Hallo en welkom bij weer een nieuwe vlog van Discover. Dit is een serie Tour de Trainee. Dat betekent dat we langs gaan bij trainees op locatie, dus op hun opdracht. Vandaag gaan we langs Nicole. Nicole is relatief nieuw bij Discover. Ik denk dat ze een maandje zit. Ze zit in Amsterdam, bij de gemeente Amsterdam. Dus daar gaan we zo heen. Ik ben hier nu dus met Nicole. Stel je even voor. Hallo allemaal. Nou, ik ben Nicole Russe, 25 jaar. En ik zit nu bij een opdracht bij de gemeente Amsterdam. En wat doe je precies? Ik zit de IV-afdeling en daar hou ik me bezig met applicatieportfolio management. Waarbij we alle applicaties in kaart brengen van een aantal klusjes bij de gemeente Amsterdam. En ik hou daar overzicht van. Jij bent hier net begonnen. Klopt. En liep je nog tegen dingen aan waarvan je dacht, nou, dit is omdat ik nieuw ben? Of... Wat ik lastig vond in het begin was, ja, je krijgt een bepaalde opdracht mee. Van ja, wat wordt er nou exact van mij verwacht? Maar ja, al snel besefte ik van, daarin kun je natuurlijk zelf ook juist heel erg veel vorm geven. Dus dat vond ik eigenlijk ook heel fijn, dat je in die zin ook vrijheid krijgt. Ik hoor heel vaak dat ze in overheidsland heel veel afkortingen hebben. Oh, ja. Dat had jij dus ook. Ja, klopt. De eerste dag dat we echt, oh, wat is dit? Maar ik heb een eigen lijstje bijgehouden en Google is ook je beste vriend. Al krijg je dan soms wel andere afkortingen ook. Maar ik heb dus daadwerkelijk een afkortingenlijstje gemaakt om het jargon te kunnen spreken hier. En wat vind jij nou het leukst of het interessant aan bij de gemeente Amsterdam werken? Het leukst vind ik eigenlijk de omvang. We hebben natuurlijk wel over onze hoofdstad, dus er gebeurt gewoon superveel. Ja. En ik hou me gewoon bezig met dingen waar ik echt nooit weet van had dat dat natuurlijk super belangrijk is voor het voortbestaan van de stad. Ja, precies. Ik heb te maken met veel verschillende mensen, veel verschillende accounts, veel verschillende applicaties. Dus dat maakt het echt super interessant. Waar heb jij ervoor gekozen om een traineeship te gaan volgen? Omdat je bij een traineeship nog super veel kan bijleren op veel verschillende fronten. En ik denk dat je op die manier echt nog het beste uit jezelf kan halen. Ja, ik vind het juist heel leuk om een kijkje in de keuken te nemen bij hele verschillende plekken. En dus op deze manier kun je toch wel gewoon even kijken van wat vind ik nou echt super leuk om te doen. En je bouwt ook een super groot netwerk op. Dus ik maak me ook geen zorgen dat ik straks geen vaste baan kan vinden. En is dat ook nog een speciale reden dat je voor Discover hebt gekozen? Discover sprak me meteen heel erg aan omdat het contact was heel informeel en heel relaxed. Gewoon to the point, het was gewoon duidelijk. Ik voelde me gewoon meteen heel erg thuis. Een beetje start-up gevoelachtig. Mm-hmm. En de mensen vond ik allemaal super leuk. Stelt hij nou scherp op jou of niet? Moet je niet zo moeilijk. Bijvoorbeeld de zoutstrooiroutes. Waar moet je langs rijden? Het slecht weer komt weer aan. Zoutstrooiroutes. Nee, dit is echt te licht.